We zijn hier vandaag in Sunparks in Mol, waar de kersverse finalisten voor Mr. Gay Belgium 2019 zijn verkozen. Ik heb hier bij mij Dylan zitten. Dag Dylan. Goeiedag Bart. Alles oké? Okay? Goed met u. Goed, dank u. Hoe heb je het weekend al beleefd? Spannend. Allee, vooral gisteren dan, zaterdag. Ik was heel onverwacht dat ik ook een van de finalisten ben. Dat was een aangename verrassing eigenlijk. Oké, okay, super. Je bent blij dat je erbij bent. Ja, ja, zeker. Oké. Okay. Nu, Dylan, waarom Mr. Gay Belgium 2019? De reden waarom ik deze wil doen, omdat ik voor de dove holopie gemeenschap voor opkomen. Omdat je ze altijd zo vaak buitengesloten voelt, wil ik ze meer in de echte grote LGBT-wereld gaan. En de communicatie ook verbeteren. Oké. Okay. Heb je enig idee hoe je dat zou aanpakken? Mijn eerste idee was vooral doven en horenden door elkaar te doen. En dat ze beide kanten moeite doen om met elkaar te praten. Eender welke manier dan ook. Oké, okay, super. Dank u wel. Stel Dylan, jij wordt op 1 juni Mr. Gay Belgium 2019. Wie is de eerste persoon wie je een stevige knuffel zou gaan geven? Mijn mama. Oké, okay, super. Waarom? Omdat ze is mijn heldin eigenlijk ook. Oké, okay, dat is fijn om te horen. Mooi om te horen. Stel, je wint de lotto. Wat zou je met het geld doen? Aan mijn familie geven, die het nodig hebben. En dan waarschijnlijk wel tot arme, dove kinderen in Afrika, in Zuid-Amerika, waar de arme landen zijn. Daar geld besteden en dat ze ook hoorapparaat of implantaat krijgen, dat ze kunnen communiceren. Oké, okay, dat is een heel mooi gebaar, Dylan. Stel, je bent voor één dag een bekend persoon. Wie zou dat dan zijn en waarom? Dat is een goede vraag. Dylan O'Brien. En vertel. Hij is grappig, knap en hij is zichzelf ook, als ik zo de series bekeek, wel een heel toffe acteur. Okay. Tot slot, waar kijk je het meest naar uit de komende maanden? Naar het team eigenlijk. Ik ben heel benieuwd naar elk persoon. Ik vind iedereen heeft een uniek karakter en dat maakt me ook het meest nieuwsgierig van. Gewoon hoe ze zijn, hoe hun leven is. Oké, okay. Kan je maar één raad meegeven, Dylan? Geniet ervan. Want het gaat heel snel voorbij en ik wil je alvast heel veel succes toewensen. Ja, dankjewel, Bert. Alsjeblieft.